Martin Lubach en ik ga het hebben over Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? Van de Noorse schrijver Johan Harstad. Niet heel bekend in Nederland. Enorm zeer de moeite van lezen waard. En ja, wat kan ik over hem zeggen? Het grappige is, iemand zei ooit, heb je zijn boek al gelezen? En toen zei ik, wie is dat? Ze zei, lees me nou maar. Laat maar. Een paar maanden later, lees nou. En toen bleek dus uiteindelijk, toen ik het las, dat hij net zo oud was als ik, ook uit 1979. Dat hij, zijn hoofdpersoon van zijn boek heette ook Matthias, net als mijn boek. Hij werkt ook voor theater, net als ik. Dus er waren zo een soort van merkwaardige overeenkomsten. En dat vond ik heel aardig. Toen heb ik het gelezen en vond ik het ook echt een te gek boek. Het is een boek dat je niet zo snel door een Nederlander geschreven ziet worden. Niet alleen omdat het in Scandinavië speelt. Maar gewoon de toon is heel uniek en heel bijzonder en romantisch en toch grappig. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik van een generatiegenoot denk, ik wou dat ik dat boek had geschreven. En die eer is dus aan Johan Harstad de Noor.